Welkom YouTubers. Zoals je ziet heb ik hier een Philips NMS 9100 met een MFM harddisk erin, zoals deze hier te zien is, welke ik vandaag ga retrobrighten. Of in ieder geval over de komende periode ga retrobrighten. Deze machine heb ik een tijd geleden gekregen en ik heb hier ook een hele grote poster met een perfecte machine erop die ik eigenlijk na wilde bouwen. Vandaar dat ik deze machine met een 8086 CPU, zoals je hier ook zult zien, compleet herstellen en zodat hij er weer als nieuw uitziet. Ongeveer een half uurtje verder en ik heb alles wat ik enigszins kan verwijderen uit de machine weten te verwijderen. Weer een floppy drive. Ik vermoed dat dit wel een hip apparaat is, want deze is ook een direct drive als ik het zo zie. Dus die heb ik eruit weten te halen. Weer de 5¼ inch. Daar moest een floppy drive in, anders kreeg ik dit hendeltje niet omgedraaid. Dus dat is wel een mooi apparaat. Ook een direct drive Matsumita. Dus dat is ook een mooi apparaat. En dan hebben we hier de restanten van de machine met het mainboard nog steeds op de plaats. Deze ziet er gewoon goed genoeg uit. En dit heb ik er vanaf weten te halen. Dus dan gaan we dit mooi even retrobrighten. En dan hopen we dat we ongeveer deze kleur weer terug weten te halen. Ik hoop dat je het enigszins kan zien, maar grotere oppervlakte misschien. Het valt mee, maar het is voor verbetering vatbaar in ieder geval. Nou, ik heb het hele toetsenbord ook maar uit elkaar gehaald. Dat was toch aanwezig. Dit is in ieder geval zoals het nu ongeveer eruit ziet. En als we even een beetje inschatten wat de kleur hier onderaan ongeveer is zoals het zou moeten zijn. Dus daar is nogal een verschil. Dus dit wordt allemaal schoongemaakt. Hier hebben we het keyboard. Interessant keyboard hier. Dus dat mag ook nog een keer gereinigd worden. Lekker veel stof in het midden. Dus samen met deze, dit is de bovenkant van het keyboard, gaan we dit even retrobrighten. Voordat we gaan retrobrighten, moeten we echt alles schoonmaken. Bij deze. Dit is gewoon afwasmiddel. Ik ga het allemaal stuk voor stuk schoonpoetsen met een sponsje. En dan allemaal uiteindelijk afdrogen, zodat het daarna de behandeling kan gaan krijgen. Zoals je ziet, het toetsenbord heeft echt gewoon heel veel vuiligheid op zich. Let wel op dat het inderdaad goed gedroogd moet worden, want het heeft geen enkele zin anders om het te retrobrighten. En de twee veertjes van het toetsenbord onder de spatiebalk. Vandaag was het UV kracht 1 buiten. Het is mooi weer, maar het is veel te weinig om te retrobrighten. Dus we gaan het op de normale manier doen. Ik ga daarvoor een shampoo gebruiken met 12% waterstofperoxide erin. En daarvoor heb ik handschoenen nodig, want dat is best wel enigszins bijtend spul. In ieder geval iets wat ik niet graag in mijn ogen wil hebben of op mijn huid. Dus vandaar dat ik er handschoenen voor gebruik. Ik heb een kwast en daarmee smeer ik het in principe op de machine, op de plastic onderdelen van de computer, zoals je hier ziet. Uiteindelijk heb ik je grotere kwast voor gebruikt overigens. Nou, als het hele verhaal ingesmeerd is, dan gaat het onder het UV-licht. Zoals je hier aan de binnenkant van mijn studio zult zien.
Kom even naar binnen. En daar in de onderste kast ligt het inmiddels al een poosje te braden. En dat blijft er minimaal 8 uur liggen. Mag iets langer. In dit geval heb ik er, ik geloof, 12 uur gedaan. Na 12 uur haal ik het eruit. En dan ziet het er zo uit. Het is een beetje moeilijk vergelijken, maar het is een heel stuk witter dan het oorspronkelijk is. Vandaar dat ik het eventjes langs elkaar laat zien. De bovenste is de oude foto. En de onderste is zoals het er nu uitziet. Ook de toetsen heb ik allemaal stuk voor stuk moeten insmeren. En heb ik stuk voor stuk wit proberen te krijgen. Het is niet helemaal gelukt. Zoals je wellicht een beetje kan zien hier. Er is een wat kleurverschil tussen die twee. Maar voor nu vind ik dit voldoende, want het betreft alleen de toetsen van het toetsenbord. We gaan de machine in elkaar zetten. Dit is iets versneld. Dat hebben jullie vast wel door. Normaal duurt dit 20 minuten. Zo. En dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. Ik denk dat dit een heel mooi resultaat is geworden van een machine die behoorlijk geel was geweest. Zoals die onderste daar, de 3105. Was vergelijkbaar. Hier hebben we nog twee foto's van de machines langs elkaar zoals ze echt waren. De Philips NMS 9100. Ik vind het een prachtig systeem om te zien. Deze werkt ook nog. Deze heeft een kleurenkaart erin. En daar staat een CM100 cd-speler langs. De allereerste cd-speler ooit gemaakt. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.